Ineens David Blokki. Heel beheerst. En nog een keer langs de doelman. Dan Kijken, het voorzetje. De ingevallen René van der Gijp brengt de score terug naar 2-1. Dat is in de 30e minuut van de tweede helft. Nog een keer, Blokki. En Brit behoudt het overzicht. Een goede binnenkomen voor Van der Gijp. 2-1, 30 minuten. Het was te kort om de score nog een ander aanzien te geven. Robinson haalt weg. En wat dreigt dan? De tegenstoot via natuurlijk René van der Gijp. Daar wordt hij aangespeeld. En wat is het knap van Gels. René van der Gijp. En die scoort gewoon. Het is een schitterend doelpunt. René van der Gijp, de man waarvoor Ipswich op de tribune zit, maakt zijn 16e goal van het seizoen. Samen met Ruud Gels, de man die 19 goals voor Sparta maakte. Kortom, dat duo doet alles voor Sparta zowat dit seizoen. En het gaat misschien weg uit Rotterdam. Maar Van der Gijp is blij met zijn 1-0 voor Sparta. Aan wie? Aan Van der Gijp. Is geen buitenspel. Van der Gijp doet het zo en scoort dan gewoon. 3-0, René van der Gijp. Ja, het is verschrikkelijk eigenlijk wat Twente hier wordt aangedaan door een heel laconiek Sparta. Gels, Van der Gijp, hoe vaak samen niet eerder dit seizoen. Van der Gijp scoort zijn tweede goal. Opnieuw na aangeven van Ruud Gels. René van der Gijp. Maar nu een mogelijkheid voor Van der Gijp. En hij schiet hem er ook heel goed in. René van der Gijp. In het verleden 2 Van Gaal. Van der Gijp, 16e minuut. 1-0, Sparta. 3000 toeschouwers in Rotterdam. Van der Gijp zorgt voor de eerste treffer. Ingooi van Van Gaal. Via tik-tak terug. Aannemen. Goed werk dus. René van der Gijp. Vrije schop Meijer. Gils, Jan de Boer zit ernaar. Van Gaal, mooi. Louis van Gaal. En dat scoren. Oh, wat is dat mooi wat Louis van Gaal daar doet. Gaat hij nog eens naar kijken. Hij hield die bal schitterend in. Iedereen dacht dat die bal zou trekken. Uit een onmogelijke hoek scoort hij dan. En Jan de Boer, ja, die rekende daar natuurlijk niet op. Was kansloos. En Sparta staat 10 minuten voor rust op een 2-0 voorsprong. Subliem werk. Nogmaals, Louis van Gaal. Van Gaal, uitstekend op Van der Gijp. Van der Gijp, Gils. Van der Gijp, opnieuw Gils. Goal! Ja, dat is mooi. Geen buitenspel van der Gijp van Engelen. Nou, ik had niet de indruk dat Van der Gijp echt iets deed tegen Tom van Engelen. Hij zal hem misschien even aangetikt hebben. Anders gaat Van Engelen niet zo op de grond liggen. Laten we het op een misverstand houden. Ook slordig, Van der Gijp. René van der Gijp, de man die soms niks kan en dan weer alles. Wat kan hij nu? Knappe bewegingen. René van der Gijp, maar Stavleu is een bijtertje, een vasthouder. Maar voorlopig is het Van der Gijp. Knappe actie, René van der Gijp. En advocaat, oh, wat een mogelijkheid. Jansen dan misschien. Weer advocaat. Daar is Louis van Gaal, de invaller, in ongenade gevallen bij zijn trainer Barry Hughes. Maar mag nu toch opdraven in deze wedstrijd waarin Sparta met 10 man moet aantreden tegen Feyenoord. Dat nog altijd mager een kwartier in de tweede helft op een 0-1 voorsprong staat. En misschien dat Louis van Gaal de wedstrijd een beetje naar zijn hand zou kunnen zetten. Hij zou het erg graag willen. En dat is de andere invaller, Ron van den Berg. Eigenlijk een verdediger, maar nu in de punt van de aanval met mogelijkheden voor Sparta. Van den Berg, Van Engelen, advocaat, 1-1. Barry Hughes, twee invallers het veld ingebracht. Louis van Gaal en Ron van den Berg. Of het is Van den Berg die de gelijkmaker van Dick Advocaat voorbereidt. 16 minuten gespeeld in de tweede helft. Sparta en Feyenoord staan weer gelijk. Meijer. Van Gaal. Tik-tak. Van der Gijp. Raak. 3-0. Ja, ja. Goed in die korte hoek getrokken. Van René van der Gijp, 3-0 voor Sparta. Van der Gijp. Van Gaal, Van der Gijp in de diepte. Geen buitenspel. René van der Gijp, nu helemaal vrij. Ja, en dan is het 4-0
de valreep. Alles is beslist. Het vingertje omhoog. Aardig. Dat heet aardig. Ja, dat is gewoon één. Heel erg knap raakgeschoten. Zien waar de ruimte is. En dan heeft Van Breukel inderdaad weinig gedaan om dat te verhinderen. Dat werd hem dan ook verteld door Wim Flight. Een van de weinigen die in de weg ging staan bij dat nemen van die vrije trap door Van der Gijp. En die had akelig nauwkeurig gekeken hoe de bal strak naar die verste hoek kon. Dat lukte dus. 1-1, 36e minuut van de eerste helft. Fout was hier van Bonenburg. Het wordt hersteld. Geels, uitstekend met Van der Gijp. Van der Meren gepasseerd. En het doelpunt van Sparta. Prima doelpunt van René van der Gijp. Gemaakt in de 28e minuut van de wedstrijd. Brengt Sparta op 1-0. Juist toen Bonenberg in de ploeg was. Geels maakte de 1-2 met Van der Gijp, die het zelf eerst afmaakte. Het hoofd van Gaal. En die heeft ongelooflijk veel techniek in huis. Balkenzet trapt. Van der Gijp. Het randje van buitenspel vond ik. Maar goed, Van der Gijp. En nu. Op Van der Meren. Het is een heerlijk spelletje die René van der Gijp. Eigenwijs, dat is hij zeker. Omdat hier op Ruud Geels moeten plaatsen.